Toyota MR2S. In Amerika geleverd als Spider. Niet in Nederland geleverd. Met een 1800 Toyota motor. Middenmotor. Die ligt dus achter de stoelen. Midship runabout. Hieronder ligt het reservewiel in. Verder heb je een moment voor vloeistoffen bij te vullen. En de zekeringen. Meer is hier eigenlijk niet gesitueerd. Motorkapje dicht. Koplampen. Mooie lichtmetalen wielen. Liggen winterbanden op. Achterin, u hoort het misschien al, daar ligt de motor. Interieur. Grootscherm navigatie. En radio CD. Lederen stuur. Een snijspook. Elektrische ramen. Centraal deurvergrendeling. Startblokkering. Luchthappers. Dit is de S-line. Dus elementen erop. Rode remklauwen achter. Hele dikke bumpers. En hier ligt het hart. Uitlaatsysteem, kijk je zo op. De auto heeft recent een nieuwe distributieriem gekregen. Het verkeert gewoon in een hele goede staat. Nieuwe APK, op januari 2015. MR-S met de grote achtervleugel. De elementen in de achterbumper zijn heel anders. Hij komt uit Engeland. Is ingevoerd door een liefhebber die niets anders dan deze auto doet. De cabrio top heeft hier weggewerkt. Is helemaal heel. Ziet er keurig netjes uit, past bij de rest van de auto. Hier de elementen. Kleding op de deuren en zo, helemaal netjes. Heeft eigenlijk buitenom een paar kleine krasjes niets noemenswaardigs. Het is gewoon een hele mooie auto. En het rijdt waanzinnig. En het stuur rechts is helemaal geen probleem. Het rijdt, als het gewet is, nog zelfs nog iets spannender.